Welkom bij deze online meditatie op Witte Donderdag. Vandaag klinkt het verhaal van het laatste avondmaal. De laatste maaltijd die Jezus hield voor zijn lijden en sterven. Waarin hij brood en wijn deelde met zijn vrienden. De meditatie wordt verzorgd door Maria van Mierlo. Zoeken we nu de stilte op. Ik lees u voor uit het Evangelie volgens Lucas. Toen de dag van het ongedecemde brood was gekomen, waarop men het paaslam moest slachten, stuurde hij Petrus en Johannes uit met de opdracht: ga voor ons voorbereidselen treffen, opdat we het paasmaal kunnen eten. Toen ze hem vroegen: waar wilt ge dat we het gereed maken? Antwoordde hij: als ge de stad zijt binnengegaan, zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem tot in het huis waar hij binnengaat. Daar moet ge aan de eigenaar van het huis zeggen: de meester laat u vragen, waar is de zaal waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u een grote bovenzaal laten zien met rustbedden. Maak daar alles klaar. Ze vertrokken nu, bevonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Toen de tijd aangebroken was, ging hij met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak nu tot hen: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want ik zeg u, ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem die beker en deel hem samen. Want ik zeg u, van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen. Daarop nam hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden:
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot een gedachtenis aan mij. Evenzo gaf hij de beker na de maaltijd terwijl hij sprak. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten. Maar zie, degene door wiens hand ik zal worden overgeleverd, is met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat heen zoals het is vastgesteld. Maar toch, wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Nu begonnen zij onder elkaar te vragen wie van hen het toch was die dat zou doen. Vandaag eet Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden. En hij heeft zich daarop verheugd. Hij zegt, ga die zaal in orde maken. En hij ligt samen met hen aan tafel. En tijdens het eten deelt hij brood uit en wijn. En spreekt hij die woorden die zo beroemd geworden zijn. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Mijn bloed wordt vergoten voor u. En dit bloed is een teken van een nieuw verbond. Het verhaal van vandaag is vol. En ik zou niet eens durven beweren dat ik alles begrijp van wat erin staat. Dus laten we daarom klein houden. En alleen eens kijken naar het woord geven. Want daar gaat het over in dit verhaal, over geven. Jezus staat hier op een kantelpunt. Want hij zegt niet alleen, ik geef u mijn lichaam en ik geef u mijn bloed. Hij zegt ook, ik stop met nemen. Dat is waar je bijna overheen zou kunnen lezen. Hij zegt, vanaf dit ogenblik drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt. En hij zegt, ik zal niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk van God. Dus hij eet en hij drinkt niet meer, totdat zijn lichaam en bloed hun vervulling vinden in het Rijk van God. Dus totdat hij gestorven is en opgenomen zal zijn in Gods liefde. Het is alsof hij zegt, ik stop nu met vragen aan God om met mij verbonden te blijven. Zodat kan gebeuren wat in de wereld moet gebeuren. Zodat ze me dood kunnen maken. Want dat is wat moet gebeuren. En wat verbonden is met God kan niet sterven. Dus ik moet het verbond nu zelf even loslaten. Ik zal niet meer eten
en ik zal niet meer drinken. Ik zal mij niet meer laten voeden door God. Hij stapt als het ware uit de stroom. Hij stopt met ontvangen en gaat over op weggeven van het laatste wat hij nog heeft, zijn eigen leven. Als ergens het geven centraal staat, dan is het wel hier, op dit moment. Hij zegt, neem deze beker, neem dit bloed, eet het op, drink het op. En hij zegt, jongens, dit bloed stroomt morgen niet zomaar. Het is een teken van een nieuw verbond dat voor altijd duurt. Jullie worden gered omdat het stroomt. Het stroomt voor jullie. Het wordt vergoten voor jullie. Dus vandaag mag u dat verstaan als het wordt vergoten voor u. Letterlijk zegt Jezus dus, ik word doodgemaakt voor jullie. Ik word doodgemaakt voor u. Hoe dan? Hoezo sterft hij voor ons? En hoezo geeft hij ons daarmee iets? En wat is daar zo reddend aan? Het woord verbond is het sleutelwoord in dit verhaal over geven. Je kunt niet geven als er geen verbinding is met de andere kant. Als ik u een cadeau zou willen geven, dan kan dat alleen als u het van mij aanneemt. En als u, bij wijze van spreken, met uw armen over elkaar zou blijven staan, dan kan ik het aan uw voeten leggen, maar dan heb ik het u niet kunnen geven. En zo is het ook met dit verhaal. Ik kan het u alleen geven als u het wilt horen, als u blijft luisteren. Als we met elkaar verbonden blijven. Geven kan alleen als er ook ontvangen wordt. Dat is een wetmatigheid die niet alleen voor mensen geldt. De zee kan bijvoorbeeld alleen het strand bevloeien als het water tussen de zandkorrels door mag stromen. Er moet contact zijn. Dat gaat tot op scheikundig niveau. Als twee stoffen zich met elkaar willen vermengen, dan kan dat alleen als ze tot op moleculair niveau zich met elkaar verbinden. En dan pas ontstaat er een nieuwe stof met een nieuwe formule. En dan vindt omvorming plaats, transformatie. Geven en ontvangen is een wereldomspannend gegeven. Waar gegeven wordt, moet verbinding zijn, anders gebeurt er niks. En nu noemt Jezus die beker met zijn bloed een teken van een nieuwe verbinding. Een nieuw verbond. Er begint een nieuwe tijd, zegt hij, na mijn dood. En hierin ligt dat redden dat hij doet verborgen. Dat hij tot het uiterste toe, dus tot en met zijn dood en daar voorbij, voordoet hoe een leven met God geleefd wordt. Hij laat hier zien dat al het oude moet sterven om opnieuw geboren te kunnen worden. Om nieuw te kunnen worden. Zelfs het oude verbond wordt vervangen door een nieuw verbond. Dus de man die zijn hele leven in parabels gesproken heeft, laat nu met lijf en leden zien wat hij bedoelt met overgave. Om te laten zien hoe radicaal de keuze is die we te maken hebben, offert hij zich letterlijk op. En nu hij voor het laatst met zijn vrienden eet, vertelt hij waarom hij dat gaat doen morgen. Waarom hij zijn leven geeft.
Als je alles wat je hier op aarde hebt, je leven en je lijf, overgeeft aan God, zegt hij, dan ben je gered. Dan is er die vervulling in God. En met de bereidheid om het ons letterlijk voor te doen, door ervoor te sterven, geeft hij ons inderdaad het grootste geschenk dat iemand geven kan. Het eigen leven. Zijn leven, zijn lijf, wordt daarvoor kapot gemaakt. Gebroken. Gesymboliseerd door het brood dat hij bij deze maaltijd breekt en uitdeelt. En daar staan wij dan, met dat brood in onze handen. En tja, als je iets krijgt, hadden we net gehoord, dan moet je er wat mee. Dus als we ervoor kiezen om naar voren te lopen en het aan te nemen, of we nu katholiek of protestant zijn, dan scharen wij ons in dat nieuwe verbond. En zeggen we, ook ik wil alles geven, Heer. Ook ik wil helemaal veranderen. Kijk maar, ik laat het binnenkomen en je eet. Je eet het op. En je bent veranderd. Getransformeerd. Letterlijk, want als je iets eet, verandert dat jou fysiek, maar ook in overdrachtelijke zin. Het gebaar van ik laat u binnenkomen in mijn leven, geheel en al. Ik neem uw geschenk aan. En hierna is het niet klaar. We kunnen hierna niet zeggen, nou, hij is gestorven om ons te redden, dus we zijn gered en klaar is Kees. We kunnen niet Jezus onze zonde meegeven en dan zelf lekker doorleven. Dat is niet de bedoeling van het geschenk van zijn leven. We moeten juist, net als hij, bereid zijn alles op te offeren voor het leven met God. Ons leven durven verliezen om het te winnen. En dat wil niet zeggen dat wij ook letterlijk dood moeten gaan of ons moeten laten kruisigen. Dat heeft hij al gedaan. Maar het gaat over alles loslaten waar we aan gehecht zijn. Alles vergeten wat we zeker weten. Alles opgeven en achterlaten. En de focus geheel en al op God leggen. En alleen op God. En als we zijn voorbeeld hierin niet volgen, dan zeggen wij in feite, ik hoef je geschenk niet. En dan sterft hij morgen aan dat kruis voor niets. Dus laten we maar stil worden. Bevend dank u wel zeggen. Beseffen dat we het meestal niet waard zijn wat we hier krijgen. En met gebogen hoofd, machteloos, afwachten op wat morgen komen gaat. Christi.
We gaan op weg naar morgen, Goede Vrijdag, op weg naar Pasen. En daarbij mogen we vertrouwen op licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.